En we gaan verder met weer twee vrijwilligers van het Helvets Weekend. Niet helemaal onbekende in dit dorp. Frans Vos en Huub Poels. Want we gaan bezig met het blokje artiesten. Ik wou toch heel even, Frans, met jou beginnen. En vragen, de inbreng, die staat eigenlijk centraal bij de rolschaatsbaan. Hè? Op het Helvets Weekend, dan zie je die hele inbreng niet meer staan. Want er staat een hele grote tent voor en het valt een beetje niet. Kun je eens uitleggen wat de functie van de inbreng is ten opzichte van het Helvets Weekend? Wat gebeurt er allemaal in een inbreng? Nou, dat kan ik je zeker zin kan ik even vertellen. Er is een artiestenbar. De artiesten die verkleden daar zich. Die komen van de kleedkamers af hier naartoe. Daarna verkleden ze er eigenlijk weer en dan kunnen ze daar een consumptie gebruiken. Als even tussenhakers, als mensen nou op het idee komen van om die artiesten te ontmoeten, even de hand te schudden, moet het dus in een inbreng zijn. Ze komen er niet in, hè? Nee, de bewaking is wel zo dat er niemand, maar dan ook niemand doorheen komt die er niks mee te maken heeft. Die er niks te maken heeft, laat me het zo zeggen. Dat heeft iets met het toezicht van Jan Maas te maken, denk ik. Daar zorgt Jan Maas met zijn mensen voor, hè? Prima. Ik heb ook begrepen, want we hebben daar toch even vanmiddag over gesproken, dat ja, de weken voorafgaand aan het Helvets Weekend, en misschien ook wel de maanden voorafgaand aan het Helvets Weekend, ja, de inbreng toch wel eens een beetje zo'n centrale regiekamer is waar nogal wat vergaderingen worden gehouden, waar nogal wat bijeenkomsten zijn. Wanneer begint dat eigenlijk? Nou, de vergaderingen, de oriëntatievergaderingen, die beginnen volgens mij eind september. Dan gaat het door iedere dinsdag tot januari en dan is het ooit twee keer in de week. Maar nou, de laatste 14 dagen, drie weken is het iedere avond is de vergadering. En dan niet alleen van deze werkgroep, maar ook andere werkgroepen. En ik heb begrepen dat je dan liters koffie zet. Ja, ik heb van de week eens een keer geteld. Had ik van 's avonds 6 uur tot 9 uur 23 liter koffie gezet. 23 liter? Ja, daar heb ik maar een beetje van gehad. Ja, dat is uw eigen schuld. Hè. Dat had je binnen moeten komen. Hè. Ja, dat begrijp ik. Goed, dit inbreng heeft toch wel een heel duidelijke functie bij het Helvets Weekend. Waar ik even naartoe wil is, in dit inbreng is ook de artiestenbar. Ik ga even naar Huub, want ik zie achter jouw naam staan, functie Helvets Weekend, Huub Poels, artiestenbar. Wat doe jij dan precies? Ja, de artiesten mee helpen omkleden, Frans. Nee. Nou, even serieus, Huub. De weg wijzen en ja, verzorgen. Eigenlijk zorgen dat ze het hier goed kunnen doen. Dat ze het aan niks ontbreekt. En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. Hoe moet ik me daar een voorstelling van maken? Ik bedoel, je hebt daar voor jezelf een beetje sabloon van. Dat doe je daar artiesten altijd zo? Of zeg je van, nou nee, die moet je zus aanpakken. Die moet je zo aanpakken. Of ik wacht maar even af. Hoe moet je dat zien? Ach, ze hebben meestal iemand bij zich en die zegt wel wat er iemand wil drinken en hoe laat hij op moet en ja, dat soort zaken. En als ze eenmaal in de bar zitten, er staan ook tv's, ze zien de zaal, je informeert ze over het Helvets Weekend. Eigenlijk, je zorgt dat ze, ja, we proberen ze eigenlijk nog een stukje extra te motiveren voor hier in de tent. Je bent eigenlijk een soort gastheer. Je hebt heel wat artiesten meegemaakt. Hoe lang doe je dat al, die artiestenbar? Ja, dat weet ik niet. Dat is zo gegroeid, denk ik. Eerst deed dat iemand van het bestuur en die zei van, kun jij dat even doen? En ja, ja. Dat is zo gebleven toen. Nou is dat 10 jaar, denk ik, dank het toe. 10 jaar. Dan heb je een stroom van artiesten langs je heen zien gaan. Kun je mij eens vertellen wie je nou de grootste etter vond? De grootste etter? Dat weet ik niet, maar er zijn artiesten die net opkomen. Die hebben spatjes of zo? Ja, als je een Vader Abraham of Peter Koelewijn of echt die artiesten die alle bühnes al hebben gezien. Die zijn zo vreselijk aardig. Maar ik denk dat voor anderen heel onwennig is die er pas zijn. En ja, die weten ook niet goed wat er van hen verwacht wordt. Die zijn ook heel zenuwachtig voor een optreden vaak. Veel zenuwachtig. Hoeveel mensen zitten er binnen? En ja, Peter Koelewijn maakt het niet uit. Hoe meer, hoe liever. En die krijgt de hele zaal ja, een meter de grond in en weer een meter omhoog zo ongeveer. En
de mensen die heel lang in het artiestenvak zitten, valt op dat die ontzettend aardig zijn. Frans, geldt dat ook voor jou? Want jij ziet die artiest ook, want jij bent er ook in die bar aanwezig. Hè? Heb je dat onderzet ook zo, van de mensen die al lang in het vak zitten, dat zijn de aardigen, en de mensen die net beginnen, dat zijn de... Ja, dat zijn meestal de vervelende gasten, zijn de jongelingen, net als u vertelt, die pas opkomen. Ja, die hebben een overbeelding, terwijl het eigenlijk nog maar opkomende artiesten zijn. Maar er zijn ook heel aardige mensen. Er zijn ook heel aardige artiesten die werkelijk een praatje voor hem hebben. Misschien is het minder gevaarlijk om te zeggen van wie vond je dan aardig? Met wie heb je een goed contact gehad? Nou, bijvoorbeeld Meanita Meijer. Die had voor iedereen een goed woord. Henk Wijgaard. En Gert en Hermien. Die kwamen gewoon een praatje bij maken aan de bar. En ja, ik kan je toch niet verleiden om, dat heb ik vanmiddag ook niet gekund, om namen te noemen van mensen waarvan je zegt van nou, liever weg dan hier. Maar je hebt wel ooit een mooi staaltje meegemaakt van een buitenlandse groep. Vertel eens. Nou, dat was denk 3 jaar geleden dat die Amerikaanse band hier is geweest. Waarvan we de naam verder niet noemen. Maar... Nou, ik ken de naam niet, maar laat me zo zeggen. Ik weet de naam niet meer. Ik ga 's morgens de kleedkamer in en tot mijn verbazing lag er een frisse jak en alles ten onder zijn boven gegoten en de broodjes hingen aan het plafond. Kijk, en dan zeg ik van, ja, die jongens hebben een hoop kapsones, die kunnen beneden bij Huub in de bar zoveel drinken als ze willen, wat ze willen, van limonade tot wodka. Maar ze moeten het boven, er staat eenmaal in het contract, moeten ze de drank hebben. Maar ze laten het op een vreselijke manier achter. En dan denk jij bij jezelf van, ze hoeven voor mij niet meer terug te komen. Nou, voor mij niet terug te komen, daar heb ik helemaal geen inbreng in. Hè. Dus, dat... Maar als jij het voor het zeggen had? Nou, zo'n groep niet. Zo'n groep niet. Oké, we hebben iets, een tipje achter de schermen opgelicht gekregen. We gaan weer, nadat ik de mensen hier bedankt heb, over naar Loszand. Thank you.